Schorpioen, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor jullie likes, reacties en natuurlijk ook de abonnementen. Ben je nog geen abonnee, klik even op de button. Het helpt mijn kanaal en het zorgt ervoor dat jullie de filmpjes op tijd te zien krijgen. Ik ga als eerste een engelenkaart trekken voor alle sterrenbeelden. En vandaag voor jullie, voor de maand december, voor Schorpioen. Engelenkaart voor sterrenbeeld Schorpioen voor december. Universum, wat mag ik doorkrijgen voor sterrenbeeld Schorpioen, waterteken Schorpioen, achtste huis en Pluto en Mars zijn alle twee de planeten van Schorpioen. Sterrenbeeld Schorpioen, één kaart alsjeblieft, één kaart voor sterrenbeeld Schorpioen, één kaart voor sterrenbeeld Schorpioen. Oké, ja. Oh. Dit is een hele mooie, het eeuwige licht van liefde, Schorpioen. Misschien moet je iets vanuit de lichtere kant gaan bekijken. Of komt er een eye-opener in december? Iets wat licht schijnt op jouw probleem of jouw, wat je wil weten. Er wordt een licht geschenen op iets wat belangrijk is om verder te gaan misschien. Ik ga even drie kaarten trekken voor sterrenbeeld, Schorpioen. Wat is belangrijk in de maand december voor sterrenbeeld Schorpioen? Sterrenbeeld Schorpioen. Oké, de vijf van cups. Doen heel even terug waterenergie ook. Sterrenbeeld Schorpioen. Wat is belangrijk voor sterrenbeeld Schorpioen? Oké, daar gaan we. Sorry voor mijn stem. Het aas van zwaarden omgekeerd. Het aas van zwaarden is luchtenergie, waterman, tweeling, weegschaalenergie. Het aas van zwaarden is de hand van God die jou hier dit zwaard aanreikt. Het heeft te maken met communicatie, maar ook met beslissingen nemen. Misschien moet je een moeilijke beslissing nemen in december, Schorpioen. Het kan te maken hebben met communicatie of communicatie die er niet is. Maar aangezien we hier het eeuwige licht van liefde hebben, kan het zijn dat er een eye-opener komt voor jullie in december. Een aha-moment van, moet ik gaan of moet ik blijven? Welke beslissing zal het worden? Ja, misschien heb je het idee dat je je continu moet verdedigen in een bepaalde werksituatie, relatie of anderszins. Ik sta elke keer op de toppen van mijn tenen. Ik moet me elke keer verdedigen tegen anderen, tegenover andere standpunten. En misschien heb je zoiets van, ja, ik weet niet of ik dat wel wil blijven doen. De gehangene is ook een tijd van reflectie, time-out chair. Dat betekent een ander perspectief krijgen op een bepaalde kwestie. Een tijd van reflecteren, wat ga ik doen, welke beslissing zal ik nemen. Overdenken, misschien een beetje dagdromen van, wat zal het worden, ga ik blijven of ga ik verder. De wereldkaart betekent de nieuwe cyclus. De oude cyclus wordt afgesloten. Oude denkwijze, oude gewoontes, misschien ook wel oude relaties, die laat je achter en een nieuw hoofdstuk begint. Maar deze kaart ligt in reverse en dat betekent, er is een bepaalde stagnatie om iets nieuws te beginnen. Misschien moet je eerst iets ouds afsluiten en dan opnieuw beginnen. Want uiteindelijk heb je misschien te maken met een vast teken, dat kan zijn een stier, een leeuw, een schorpioen, een andere schorpioen of een waterman. Dit is de wereldkaart, dat betekent een nieuwe cyclus. De oude cyclus wordt afgesloten. Net als de slang een oude huid afdoet, trek je een nieuwe jas aan om verder te gaan. En je hebt heel veel lessen geleerd. En misschien zit je er nog middenin dat je denkt van, ja, wat moet ik doen? Ik heb nog niet geen volledige helderheid. Ik heb nog geen volledige beslissing gemaakt, maar steeds geen volledige duidelijkheid. Maar ik voel wel dat ik me moet verdedigen. Ja, de Eight of Swords betekent ook veel in je hoofd zitten, veel nadenken. Misschien jezelf gevangen voelen. Maar deze gevangenis is een self-imposed prison. Dat betekent, je kunt gewoon die blinddoek afdoen. En ook deze vrouw kan gewoon door deze zwaarden lopen. Dus dat betekent dat je niet gevangen zit. Je kunt altijd vertrekken. Je kunt altijd een besluit nemen voor jezelf. Als je maar uit je hoofd komt. En dan de koning van pentakels. Ja, carrière, geld. Misschien voel je je ook in de kou gezet. Of voel je je een afstand met iemand. Het kan ook zijn, deze twee mensen willen door het kerkraam naar binnen. Dit is ook ratio vibration. Hè? Je moet echt
dat niveau van jezelf omhoog krikken. Niet blijven hangen in een situatie die niet goed voor je is. Knopen doorhakken. En ik heb het idee dat in december een aha-moment komt van... ja, dit ga ik doen. Ook je creativiteit aanzetten. Nieuwe plannen maken. En uiteindelijk weet je of dit voldoende is om te blijven of niet. Maar dit betekent ook, het glas is half leeg in plaats van half vol. Dus probeer om voor jezelf niet in die lagere vibraties te gaan zitten. Dus probeer aan jezelf te werken, zodat je je vertrouwen opbouwt. Je zelfvertrouwen. En er komt, heb ik het idee, een financiële verandering. Er komt een nieuwe werk, of een, dit is misschien ook wel een leidinggevende, die waar je mee te maken hebt en die voor een bepaalde verandering gaat zorgen. Ja, het heeft heel veel te maken met pentakels in december. Wat ga ik doen? Ga ik blijven? Ga ik vertrekken? Licht krijgen in een bepaalde situatie, duidelijkheid en helderheid krijgen. En dat kan alleen maar door jezelf af en toe in stilte terug te trekken, te mediteren. De afzondering te zoeken om bij bepaalde vraagstukken te komen en zeker weten wat je wel wil en wat je niet wil. En ik heb het idee dat er in december een aha-moment komt van dit ga ik doen. Dus ja, Scorpioen, dat was het voor jullie. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!